Ja, het moment is daar, Piet. Je mag het gaan proberen bij de muur. En daarmee treed je in de voetsporen van vele deelnemers voor jou. Kijk maar. En dit is de tussenstand op dit moment. Brugging schoot er 2 weken geleden 37 raak. Tjommer nog steeds op plekje 2 met 35. Ben Wijstekers, de 60 gepasseerd, dames en heren. 32 gehaald. U ziet Leo Alkemaan nog steeds als niet-voetballer heel hoog staan. 26 keer raak. Onderaan Eddy Zoëy met 11. Helen. Ja, meer dan 11 moet je er gaan halen. Maar jij hebt gespeeld of speel je nog? Je bent keeper, hè? Ik was keeper, ja, maar ik speel jaren niet meer. Hoe is het met je conditie? Nou, ik sport elke week nog 2 keer. Oké, dus dat moet je kunnen volhouden. Dus 90 seconden lang, heb je nog een tactiek? Nee, ik moet dat gewoon bekijken hoe dat gaat. Even naar kijken, klaar voor? Je mag je handen gebruiken. Je mag je handen gebruiken, inderdaad. Komt-ie, 3. Ja. Wachten, 2. 1, hier is je al. Ja, ik heb echt vol, jongens. Rustig, Piet. Ja, juist. Je moet het zelf bij houden, Piet, anders haal je het nooit. Juist. Zelf opvangen, daar is hij. Ja, heel goed. Bij houden die bal. Dat ben jij slecht. Slecht of slecht? Allebei. Slecht of slecht? Piet, je moet die bal zelf bijhouden. Hoi maar. Ja, kom maar, kom maar. Oh, die wil je. Nee. Die moest ik op tafel. Piet, dan ga ik ook maar naar tafel 13. Nou ja, heb je in ieder geval meer dan Eddy Zoëy. Ik moet zeggen, Piet, dit was een van de meest merkwaardige afleveringen van de Muur aller tijden. De mensen thuis zullen zich afvragen, wat is dat eigenlijk voor zender? Maar voor de rest was het team vrij aardig, toch?